Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van mij, van Karine van Blondie Beauty Fashion. En vandaag weer een update van hoe het met Elin gaat. Ze is inmiddels 4 maanden, zelfs iets meer. Even nadenken, 4 maanden en bijna 2 weken uit mijn hoofd. Ik zit op de kamer van Niels, het licht is dramatisch, het regent al dagen. En eerst dacht ik, nou ik neem het woensdag op, nou dat was echt... Was heel hopeloos. Toen had ik gisteren ook weer hopeloos. En nu dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb licht aangezet. Ik zit voor een raam. Niels is niet thuis. Dus ik dacht, laten we maar gewoon beginnen. En ja, het gaat vooral om het verhaal. Hè? Niet om de flashy beelden. Ja, hoe gaat het? Nou, het is natuurlijk allemaal een lastige periode geweest. Maar het gaat echt beter. Elin is heel vrolijk. Echt een heel ander kindje dan wat ze de eerste maanden was. Dus echt, nou, het is echt een blij ei. Meer kan ik eigenlijk niet van zeggen. Ze is gewoon echt super vrolijk. Ze gaat eten over het algemeen beter. Maar ze heeft nu al 1 week of 3. Ja, ik noem het blaftyfus. Maar ze heeft gewoon een vreselijke hoest. En het is een ontsteking van de bovenste luchtwegen. Ja, en daar doe je verder niet zoveel aan. Ja, dat is natuurlijk met zo'n kinderdagverblijf. Krijgen ze alles mee. En nou ja, goed. Ze gedraagt ze er kanig onder, maar ja, af en toe blijft ze er bijna in. Zo'n vreselijke hoest is het. Dat maakt ook dat ze soms wat moeilijker drinkt. De ene keer drinkt ze een flesje leeg en de andere keer drinkt ze maar de helft. Ja, dat is een beetje lastig te zeggen wanneer ze het nou wel en niet drinkt. Het is natuurlijk ook, melk is ook nog slijmvormend. Dus dan heeft ze de half fles gehad en dan krijgt ze me toch een partij een hoestbui met slijm. En komt de helft er weer uit. Dus ik denk dat ze qua gewicht nog steeds niet echt lekker loopt. De laatste keer dat we bij het consultatiebureau waren, zat ze qua lengte boven plus 1 en qua gewicht nog steeds onder de 0. Maar ze pakt wel weer een lijntje op en dat is het belangrijkste. Uit mijn hoofd moeten we volgende week of de week erop nog een keer naar het ziekenhuis toe voor een check. Ja, zelf heb ik het idee dat het hartstikke goed met haar gaat. Alleen dat ze gewoon lang en slank is. Ja, meer kan ik ook niet van maken. Maar ik heb niet het idee dat er verder iets met haar is. En de ene keer is ze meer eetlust dan de andere keer. We zijn wel begonnen ook met hapjes. En dan doen we nog ondertussen 2 flessen in. Dus ze heeft 3 keer wortel gehad, 3 keer bloemkool. En vandaag wordt dan de 3e keer pompoen. Ja, en dat is wel heel grappig om te zien. Mijn vader laat ook dat filmpje aan iedereen zien, hoor ik zeker. Omdat... het filmpje dat we de eerste hapjes geven, zie je echt zo van, wat heb ik in mijn mond? En dan, en ik zit zo, en dan zie je, oh, het is blijkbaar goed. Ze zit helemaal blij. En eigenlijk heeft ze dat sindsdien steeds. Dus als ik maar gewoon leuk het breng, zeg maar, dan vindt ze het eigenlijk ja, prima. En ze zit gewoon een beetje te voelen van, wat heb ik in mijn mond? Ik weet het niet zo goed. Maar wel, oh, sorry trouwens voor mijn gesnotter, wederom, ik blijf gewoon... Ik zei tegen Sven, het is echt niet te geloven. Volgens mij word ik weer verkouden. Maar goed, dat zei ik gisteren en het is weer gebeurd. Maar het is, ja, ze vindt het niet vies. Ze snapt gewoon de structuur nog niet helemaal. Ze zit dan een beetje op... Maar ja, ze spuugt het verder niet uit en ze lacht er vrolijk bij. Dus ik zeg top. Ik denk dat we dan nu weer een circuitje wortel gaan doen. En dan, het is gewoon een makkelijke. En dan gaan we denk ik door naar de bloemkool weer een keertje. En dat dan gewoon een paar keer... doen. Maar ja, ze lijkt het allemaal prima te vinden. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke ontwikkeling. Maar wat ook een hele belangrijke ontwikkeling is, is dat ze kan draaien. Het was een paar dagen geleden dat ik tegen haar zei, zoals ik weet, het was niet dat ze aan het oefenen was of zo, maar ze lag wel wat vaker op de zij. Maar ik had niet het idee dat ze echt aan het trainen was. Maar op een gegeven moment, ik zei op een gegeven moment in de ochtend tegen haar, ik zei, volgens mij ga jij vandaag draaien. En dat was maar te lachen. Ze snapt natuurlijk helemaal niet wat ik zeg, maar ik weet niet, ik had zo'n voorgevoel. En ik legde op het kleedje neer, nou misschien een kwartier later en hop, daar ging ze. Eerst deze van buik naar rug. En toen later op de dag deze van rug naar buik. Dus ze kan het allebei. Maar ze vindt ze vindt het lastig om de combinatie te doen. Dus als ze van haar rug naar haar buik is gedraaid, dan blijft ze daar spartelen als een vis. En als ze op haar buik ligt en ze gaat naar de rug, dan gaat ze ook weer niet terug, zeg maar. Dus het is een beetje, één kant op gaat top en de andere kant denkt ze van, nou weet ik niet meer hoe het werkt.
Maar wel heel goed. Hele trotse mama. En ja, vooral, je kan er dus niet meer gewoon op een kleedje neerleggen. Je moet er gewoon wel bij blijven. En dat is natuurlijk wel even wennen voor ons. Dat je denkt van, oh ja, wacht eventjes. Nu heb je dus en een peuter en zij gaat ineens draaien. Want normaal zet hij haar gewoon ergens neer en dan zat ze daar gewoon. Dat is prima. Maar ja, nu gaat ze dus als een ninja door de kamer heen. Nou, de handjes had ze al heel lang geleden ontdekt. En af en toe heb ik het idee dat ze nu ook haar voetjes... in ieder geval, ze pakt ze vast. Maar of ze echt snapt dat het net als met haar handje van... Hé, mijn hand. Voetjes pakt ze meer vast van... Hé, ik zie iets voorbij komen in mijn vizier en ik pak mijn voet vast. Ik zag nu hele leuke kerststokjes met een elandje. Zeg maar echt een knuffel elandje op de teentjes. En toen dacht ik van... Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ga ik eens kijken of ze dat dan wat meer, zeg maar, pakt. Nou goed, gaan we meemaken. Ja, verder is het gewoon nog steeds een hele alerte tante en moet je er echt tegen haarzelf in bescherming nemen. We merken als we gewoon, ik weet niet, volgens mij heb ik het ook wel eerder verteld, maar als we gewoon zorgen dat de ochtend goed gaat, dus als 's ochtends gewoon goed eet en slaapt, dan gaat het goed de rest van de dag. Als we ergens 's ochtends ergens naartoe moeten, dan is het gewoon een drama. Dan start ze zeg maar niet goed en dan is het eigenlijk vaak de rest van de dag niet zo'n succes. Maar goed, dat weet je dan en daar deal je dan mee. En dat zal natuurlijk op een gegeven moment ook alweer wat beter worden. Dus ze is over het algemeen ook wat beter te lezen. Ze protesteert wel weer iets meer met naar bed gaan. Maar ze slaapt wel gewoon snel. Maar het is wel iets vaker dat je haar huilend weg moet leggen. En ook echt weg moet gaan, want anders blijft ze gewoon huilen. Maar als je dan weggaat, dan is het vrij snel stil en dan gaat ze slapen. Wat alleen lastig is, is dat ze slaapt nog steeds in feite door. Alleen door dat hoesten, wat ze gewoon de hele tijd doet, hoest ze zichzelf vrij vaak wakker. Dus dat houdt in dat we vrij vaak 's nachts een speentje in moeten doen. Of dat je echt denkt, oké, luister in. Dat je echt even zit te luisteren, gaat het goed? En ze ligt 's nachts nog steeds bij ons op de kamer. Dat wil ik ook zeker voorlopig met dat gehoest blijven doen. In principe tot een half jaar. Maar ja, dat mag voor mij ook 5 maanden zijn. Maar ik wil wel eerst dat gewoon die hoest goed voorbij is. En ik vind het ook wel gezellig dat ze op de kamer ligt. En we voeden haar dan nog wel om 11 uur. Omdat ik vaak merk dat ze de voeding van 8 uur is ze vaak een beetje moe. Dus dan als ik er dan om 11 uur nog een doos in gooi, dan wordt ze om 8 uur wakker. En dat is eigenlijk prima. Soms 7:30, maar op het algemeen 8 uur. Dat gaat gewoon goed. Volgens mij hoort Niels aankomen. Die was bij een vriendinnetje spelen. Dus eigenlijk gaat het hartstikke goed op dus die enorme hoes na. En ja, daar kan je ook niet zoveel aan doen, dus dat maakt het lastig. Wat we ook heel leuk vinden is, ook om dat slijm een beetje los te krijgen, is natuurlijk met haar douchen. Dat is dan net even wat stomeriger dan bad. Maar dat vindt ze heel leuk. En wat ik dan doe, is dan ga ik er daarna ook aankleden in de badkamer. Dan staan Sven en Niels nog samen onder de douche. En dan haal ik haar bij hen eronder vandaan. En dan ga ik haar daar aankleden, zodat ze gewoon echt even lekker tot stoom, dat alles even lekker open gaat. Gewoon wordt aangekomen. Oké, het is een kleine kinder in fase. Want Niels was ze spelen bij een vriendinnetje wat ik in de dag blijf. Maar zij brachten hem thuis. Maar toen wilde zij niet weg. Zei ik, nou ik vind het prima, speel nog maar eventjes hier. Maar die zijn dus nu aan het spelen. mijn moeder is erbij, geen paniek. Maar daar ga ik zo wel eventjes naartoe. Want gaan. En Niels zat echt kijken. Wat heb jij? Ik zo. Dan zat hij zo te wijzen. Ik zei, dat is lipstift. Oh. Ik zei, vind je het mooi? Volgens mij dacht hij, zal ik echt antwoord geven of zal ik gewoon maar aardig zijn? Ja. Maar ik dacht, volgens mij vindt hij het niet mooi. Wat was ik aan het vertellen? Ik weet niet meer precies wat ik aan het vertellen was net. Maar ja, eigenlijk gaat het dus gewoon goed met haar. Verder zit ze nu qua kleding een beetje lastig, omdat ze dus heel lang en dun is. Dus ze heeft eigenlijk qua lengte 68 nodig, maar dat is vaak veel te wijd. Mijn moeder en ik hadden bedacht dat we gewoon allemaal broekjes even gaan innemen. Want ja, 62 is gewoon een tekort. En 68 is dit gewoon, nou ja, dan kan je gewoon echt nog, nou ja, 2 vuisten zeg maar bij instoppen. Zeg maar zo wijd zit aan de bovenkant. Dus ik merk dat Sarah bijvoorbeeld wel iets beter zit. Omdat het gewoon net iets slanker is. Maar het blijft een beetje zoeken. Maar, en Hennis is ook vrij slank. Maar... Hema is gewoon echt huge voor haar. Maar ik vind wel leuke kleertjes. Dus, en nu is ze toevallig 2 broekjes van Vibra. Die zijn wel maar 62, maar die zijn wel lang. Dus die zitten eigenlijk perfect. Nou, dus dat is een beetje de struggle met een lang, dun meisje. Nou, de haartjes zijn echt zo heerlijk. Ik moet zeggen, de berg is al bijna weg. Ze heeft nog wel een hele droge huid, vooral op haar gezicht.
Het consultatiebureau dacht dat het eczeem was. Nou, dat zou prima kunnen, maar ze krabt daar heel erg veel aan. Dus ze heeft eigenlijk altijd wel krasjes. Ik probeer de nagels kort te houden, maar goed, dat is gewoon een uitdaging. En ik probeer er, of we doen er eigenlijk altijd met slapen, wandjes aan. Want 's nachts is ze helemaal zo, in de haren zo en dan voor het gezicht zo. En dat doet ze dan nu ook, maar dan met wandjes aan. Maar ik ben heel benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft, ook waarom ze dat doen. Want ik smeer dus 3 keer per dag in met zo'n Vaseline Lanette crème. Wat we als advies kregen om te doen. Ze heeft het verder niet echt op de rest van haar lijf. Ja, een beetje op haar elleboogjes en op haar knietjes. Maar ja, daar heeft ze eigenlijk geen jeuk aan. Dus het is puur dat gezicht wat jeukt. Ja, ik ben heel benieuwd of iemand er ervaring mee heeft en of daar tips voor zijn. En ja, wij doen dus die wandjes aan. Maar ja, dat helpt op zich prima. Maar het is wel een beetje gek natuurlijk. En ze heeft best wel grote handen. Dus heel veel wandjes passen niet. Ze heeft gewoon hele lange vingers. Lange voeten. Ze is al uit de babymaat van de Hennis gegroeid qua voeten. Ja, doe je niks aan. Dus dat is het eigenlijk. Het is een hele korte update dit keer. Omdat het gewoon eigenlijk wel goed gaat. Het gaat steeds beter met haar. Ik merk dat ik zelf, want dat doe ik ook altijd nog even deze update over mezelf. Ik merk dat ik zelf ook wat meer rust heb. Ik heb nu vooral last van de bacillen en de zorg over haar hoest, zeg maar. En dat ik er gewoon nog niet ben, dat merk ik wel. Maar ik heb wel het gevoel dat ik weer langzaam de goede kant op ga. Ik ben inmiddels ook alweer 2 keer ongesteld geworden. Daar ben ik echt heel erg blij om. Wel al in een redelijk goed ritme. Maar ja, wel echt heel heftig ongesteldheid. Echt heel heftig. Dat je denkt, oké. Maar volgens mij trekt dat alweer weg. Volgens mij had ik dat vorige keer ook niet zo erg als nu. Maar volgens mij had ik vorige keer ook wel dat het aan het begin heftiger was. Voor nu is het voor deze update. Ik ben heel benieuwd of jij tips hebt, ervaringen met krabbende baby's. En verder gaat het gewoon steeds beter met hem. Ben ik echt heel blij om. Dus ik denk dat ik de volgende update ga opnemen als we weer bij het ziekenhuis zijn geweest. En dan vertel ik meer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot snel.